ik ben Dennis, ik heet Enske en welkom bij episode 19 van Road to $1 million. En kijk eens, ik kan rijden zonder handen. Hey, dat is na op een motor. Maar in ieder geval, ik zit iemand achter de motor. Ik weet niet of hij het ziet. Er zit hier een bounty en ik hoop dat hij naar die bounty toe gaat. Want ik ben bezig met Road to $1 million. Draai om of moet ik van jouw motor afstappen? Snap je hem? Hij snapt hem. Maar in ieder geval, laatste episode. Ik had helemaal op het einde had ik iets bijgeëdit van, of bijgetypt van, ik had mijn headset verkeerd om. En dat was zo. Ik had mijn headset al die tijd verkeerd om. Oh nee, naar rechts. Snap jij dat je naar die auto toe moet? What the fuck? Zal jij het snappen dat hij hier rechtsaf moet? Hij snapt het niet. Rij hem achterna. Snap je toch wel? Rij naar die bounty toe. Oké, weet je, dit schiet niet op. Sorry dat ik het zeg, maar ik doe het zelf. Ik doe het zelf, want dit gaat niet werken. Pak deze auto, die is prima. Maar ik had mijn headset dus verkeerd om. Je zou denken, nou, niet zo'n big deal. Maar dat is best gek, want al het geluid waar je links hoort, hoor je rechts. En ik had al een paar momenten in de video dat ik dacht van... Ik dacht, zuiver dat ik hem links hoorde, joh. Maar dan kwam je ineens van rechts. Oké. Maar dat verklaart dus een hoop. Oh, blijf van mijn bounty af. Op, zo de mitre. Oh, shit. Wow, no. Nee. Nee, hij is dood, hij is dood. Hij is dood. Hij is niet dood. Hij is... Nee, blaas mezelf, man. Ik wou die kill jatten en hij is nog niet dood. Die vent met de fiets is een legend. Echt waar. Die vent is echt een legend. Ik denk die andere gozer zal hem wel killen, dus ik probeer hem snel te jatten. Nou. Dat ging niet dus. Dat ging een beetje anders dan gepland. Lekker begin. Het was 3000 bounty, die hebben we gefaald. Suicide. Nou, welkom in Road to $1 million. Er gaat altijd iets fout bij mij. Even kijken, zullen wij een eigen auto fixen? Er zijn nou op het moment geen bounties. Ik denk niet dat dat heel lang kan duren. Weet je wat wij doen? Wij gaan eens eventjes een autootje regelen. We gaan onze mechanicus even bellen. Volgens mij komen er ook mensen mij af die mij gaan uitmoorden of zo. Ik zou niet weten. Die auto is kapot. Dat is de Anthony. Welke gaan wij van huis pakken? Wat is leuk voor... Van, sinds wanneer staat mijn allergy in die garage? Oké, in ieder geval, we pakken de allergy. En kom hem maar eens brengen. Zijn er mensen eigenlijk verderop? Daar zit iemand. Hij zou hem kunnen snipen, denk je? Hij zit daar. Hij moet er ergens zitten. Ik zie, oh, wacht. Hij zit aan de rechterkant. Oh, daar is hij. 3, 2, 1. Oeh, ik switch. Het is close. Nope. Ik ga dood. 3, 2, 1. Dit is mijn kant. Oké, ik ben fucked. Weg, weg. Oh, ik zal me aanrijden. Hij is gewoon heel chill voorbij. Prima. In ieder geval, we gaan even kijken. Laatste episode zijn we geëindigd met 501.000. Wat betekent dat we over de helft heen zijn. Dus we hebben al de helft van ons miljoen al binnen. Dus als we nou heel logisch... Ja, het is niet echt logisch. Maar in ieder geval, als we het zo bekijken. We hebben nou 19 episodes erover gedaan. Nee, 18 zelfs. En dan zaten we dus op 500.000. Dus als wij er nou nog 18 doen, dan hebben we 1 miljoen. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Want één episode haal je meer dan de andere. Maar... als het zo is, dan hebben we op zich deze serie best snel gedaan. En op zich is dat niet een heel groot probleem. Want dan gaan we daarna weer verder met online adventures. En dat is in principe een beetje hetzelfde. Gewoon een beetje free room onzin. Alleen dan gaat het niet meer om het geld. Dus dat is wel iets makkelijker in sommige gevallen. Maar het blijven er steeds bounties en mensen afknallen en bla bla. En what the fuck. Oké, prima. Zijn ze hier bij het politiebureau? Kijk eens aan. Kijk eens aan. Dat is toch netjes. Ze hebben zichzelf aangegeven. Oh, je kunt hier naar binnen. Dat is waar ook. Zal ik even kijken? Hallo. Hallo, ik kom hier gewoon een beetje chillen. Ik kom gewoon chillen. Wat doe jij? Ik kom gewoon chillen. Wat is er met jou? Ah! Ik had hem gewoon neer moeten slaan. Toen ik het kon. Ik sloeg mis. En dacht ik, ik doe gewoon alsof ik gewoon friendly ben. Help mij door. Weet je wat ik doe? Ik blaas iedereen op. Kunnen we eigenlijk via de voordeur naar binnen? Ik zou niet weten. Even kijken. Hopelijk zit hij er nog steeds. Want dan krijgt hij nou een neet op zijn neus. Ik hoop dat hij er nog steeds zit. En hopelijk blaas ik mijn eigen auto niet op. Daar haal ik helemaal niet veel. Daar was ik al bang voor. Vangen! Vangen! Ik heb een appel! Appeltje voor de dorst! Nee, dat werkt niet. Lager! Nonny? Hij is nog niet dood! Die vent kan... Oh jong, hij zit precies hier in dat hoekje. Dat is lelijk. Weet je wat we doen? Lager hier niet shitload aan proximity. Ik hoor ze piepen. Oh nee, hij zit daar bovenop. Ik zag hem in mijn ooghoek. Hij zat daar boven op dat hoekje te wachten. Eigenlijk is hij fucking stom. Nou, hij heeft me dood, oké, prima. Maar als er nou iemand naar buiten komt, dan blaast hij zichzelf op. Dus ik weet niet waar hij daar van plan was. Maar oké, fijn, leuk. En zo.
Hé, hey, dat is dezelfde auto die ik heb. Ik zei het nog, hij blaast zelf op. Wat een stomme hond. Echt waar, wat een stomme hond. Ik hoop dat ik hem zie spannen. Oh, staat hij naast mij? Waar de fuck is hij? Ik zie zijn naam. Oh, hij is hier reeds. Zal hij doorheen komen? Yes, daar komt hij inderdaad. 3, 2, 1. 0. Boom! Die was easy. Oh jongen, die was echt. Die was te makkelijk. En dan mag hij niet zeggen, hij heeft maar 2 of 3. Hij heeft maar 2 gekild, hè. Dus, maar oké. Zullen we hem nog een keertje proberen. Dit gaat fout. Waar is hij? Ik vertrouw hem niet. Oh, daar is hij. Hallo! Oh, de douchebag. Weet je wat we doen? Wij gaan dus even een heel eind wegrijden. Pak sniper, schiet met een sniper. Hopelijk werkt dat. Waarschijnlijk niet. Waar is hij? Oh. Jee. Yeah. Ik had niet verwacht dat het goed zou gaan. What the fuck? Ik hoor een helikopter. Waar is... Oh. Huh? Iemand is off the radar. Sowieso. Some players are off the radar. Het staat er ook. Het staat er. Holy shit. Ik weet niet of dit hier achter mij in zit. Maar ik ga hier snel weg. Snel. We gaan even kijken. Wat kunnen wij in de tussentijd doen? We hebben een berichtje gehad van Simeon. En Simeon die wil weer dat wij voor hem voor werk gaan doen. En dat is allemaal leuk en aardig, maar hebben die mensen geen andere opdracht voor mij? Eerst had je altijd die kill targets, die krijg je tegenwoordig nooit meer. Dat vind ik echt jammer. Oslo Jackal is veel waar. Obi Tailgater, dat is die Audi, die zie je bijna nooit. Landstalk, nou, die hebben we ook al heel vaak gezocht, dus die weet ik inmiddels wel. Het duurt even, maar dan herken ik hem. Maibatsu Penumbra. Maibatsu is Mitsubishi. En Mitsubishi is niet duur. Dus met andere woorden, die hoef ik niet te hebben. En kan ik jou niet voor veel geld inleveren? Oh, even kijken. Al is het maar gewoon bij die garage. Oh, ik hoef niet te bellen. Nou, laten we even zien. Hoeveel zal dit ding opleveren? Oh, die baller. Er zei iemand toen nog. Ja, dit is de nieuwe versie van de baller. Ik dacht serieus dat er... ik ken de oude versie. Ik dacht dat deze auto anders heette. Want hij is anders van model. Dus ik denk, het zal ook een andere uitvoering zijn. Maar het is gewoon een nieuwere uitvoering van de tailgater. Of was het? Tailgater niet van de baller. Wat zeg ik nou? Oké. Hoeveel gaan we krijgen? Nou zeggen. Nu zeggen. 9000? Oké, ik denk ook 9000. We zullen het zien. We zullen het zien. Vol verwachting klopt ons hart. Nou, niet echt, maar... Whatever. Het was 9000 als je heel was. Dus ik heb hem ingeleverd. Oké, 9000. Easy. Easy money. Maar er moeten bounties komen, jongens. Waar zijn de bounties? Ik ben benieuwd. Nou staat mijn auto daar. Dit is al het probleem, jongen. Moet ik helemaal terugrennen naar mijn auto. En het regent ook nog. Jezus, het lijkt wel Nederland. Ah, fuck. Even kijken. Zij heeft geld bij. Dat zie je gewoon. Bam! Heb je geld? Ja. $10. Hell yeah. We zijn met $10 dichterbij. Dit werkt. Dit is de manier. Wil je geld verdienen, sla iedereen neer die je tegenkomt. Die kijkt eens aan. Dure auto. Je hebt sowieso geld. Ik denk van niet, maar... Heb je geld? Verdomme! Je kunt wel naar de McDonald's, maar je hebt geen geld bij. Ja, ja. Gek verhaal. Oké, okay, we gaan nog door. Maar ik denk serieus dat deze lobby nutteloos is. Er gebeurt nog steeds niet veel. Er blijven... Of er komen geen bounties bij, zeg maar. Het blijft een beetje rustig. En dat is niet wat wij kunnen gebruiken, hè, jongens. Wij moeten drama, chaos en ellende. En dat liefst allemaal in één lobby. En ik denk dat ik dus op zoek ga naar een nieuwe lobby. Rij me door dicht. Ja, dat werkt. Ik ga even kijken naar een nieuwe lobby, want ik kan wel blijven wachten, maar... Ja... Yeah. Ja, er zijn wel veel jets en helikopters en shit. Dat is wel vet, hè. Als er nou iemand een bounty heeft, dan is het gelijk awesome. We kunnen wachten. We kijken wel even wat we doen. Jongens, het wachten loont. Er is zojuist een bounty gesignaleerd. En ik weet niet hoeveel, want hij is echt net een seconde geleden. Er komen hier 3000. Dus we gaan even heen. Ik denk, we wachten gewoon eventjes af. We zien wel wat er gebeurt. En zoals je ziet, het heeft geloond om eventjes te wachten. En het probleem met lobby's zoeken is ook, je weet van tevoren ook niet of je een betere lobby krijgt. Misschien krijg je nou helemaal geen lobby's meer. En dan, ja, dan ben je helemaal diep in shit. Dus we gaan even kijken, het lijkt dat hij, staat hij stil? Nee. Waar ben jij? Oh, hallo. Oh kut, ik heb een granaat. Oh mijn god. Ik had een granaat in mijn hand. Oh jezus, ik dacht, waarom kan hij niet eens een granaat gooien? Oh mijn fucking god. Ik denk, dan gooi je hem maar vooruit. Laat hem vallen. Oh shit, daar komt iemand. Nee, niet omdraaien.
ik had hem door die auto heen. Ik had hem, nice. Maar dat was wel een faal, ik geef het toe. En ik ga dood als mijn auto nou niet start, snel. Jezus. Maar ik dacht, zou dat ik een stickje in mijn hand had? Ik denk, oké, stickje gooien. Ik denk, hé, was dat geen piep? Hoor je zo'n piep? Zo'n rrrr, denk, hè? Kut, granaat. Ik denk, oké, gooien! Nee, laat hem vallen. Son of a bitch. Oh nee, nee. Deze auto hadden we net kunnen inleveren. En nou rijdt hij er, godverdomme. En heb ik die andere ingeleverd. Dat is lelijk. Maar ja, ik pak hem nou wel even gewoon uit principe. Maar in ieder geval, we hebben onze bounty 3000. En dat was door die politieraam heen. Dat is wel best wel sick, hè. Ik vond hem epic. Nice. Op naar ons volgende doelwit. Doelwit. Waar is dat? Doelwit? Nee. Wat is het ook weer? Doelwit. Dat klinkt zo raar als je lang over die dingen nadenkt. Ik ga hem even van zijn motor afschieten. Ik ken hem niet. Maar het boeit me ook niet. Ah! Ik heb hem niet dood. Wat? Ik kom aanrijden met 150 km per uur. Rij je van je motor af en jij stuit het over de stoep heen. Maar geen schrammetje. Is goed. Prima. Prima. Oké. Okay. Maar ik heb vanmiddag heel eventjes Call of Duty zitten spelen. Hè. Misschien dat ik daar ook nog even doe, want ik wou nog wat Call of Duty wel recorden. Maar je wordt zo chagrijnig van die game. Maar van deze game word je juist blij. Dat is echt zo'n wereld van verschil. En waarom zijn er zoveel jets? Moet je kijken waarom. Oh mijn god, moet je kijken. Jet. Haley. Jet. Dat is nog één. Haley. Met twee man erin. The fuck? Misschien moeten wij onze Haley even halen. Misschien is dat een idee. Ik wil deze auto. Ik heb deze auto ooit gehad en heb ik hem verkocht. Daar heb ik echt spijt van. Ik heb al heel veel auto's verkocht waar ik achteraf spijt van had. Dat is jammer. Deze maakt een vet geluid. Moet je luisteren. Dit ding echt. Zijn mijn geluid zelfs harder. Moet je luisteren. Dit ding maakt echt een awesome geluid. Het is ook een cabrio, dus kun je dat dak kun je dicht doen. Dus dat is nice. En je kon er niks aan tunen. Dat was jammer. Je kon er geen bumpers op zetten volgens mij. Dus dat is de reden waarom ik verkocht had. Maar dat geluid is echt... Volgens mij een van de mooiste geluiden in de game. En over geluid gesproken, mijn volgende aankoop. Les. Hey, if you're ever looking for a vehicle, give me a call and I'll see what I can do. I can locate most vehicles all over the city. Oké. Okay. Ik weet niet of jullie het zien. A bounty of 9000 has been set on steampunk. Ik wou heel even die winkel gaan overvallen en op internet kijken. Maar dit is even... Oh, wat? Twee? Oh, rij je... Nee, je hebt geen tijd voor. Oh. Twee bounties van 9000. Volgens mij werken ze samen. Ze hebben bounties op elkaar gezet. Dan moeten wij snel zijn. Het is geen custom vehicle wat ik heb. Dat is balen. Maar het rijdt. En ik heb als het goed is stickjes geselecteerd. En we gaan erop af. Als we ze allebei hebben, 18.000. Gewoon just like that. We hebben gelijk 30.000 man. Bijna. Ik hoop echt dat dit gaat lukken. Ik denk het niet. Ik heb nou spijt dat ik niet eerder naar die naar het vliegveld ging. Ik kan echt een helikopter pakken die ik verstraal. Of nee, die ik de vorige episode had. Maar Nee. Volgens mij zitten jullie te campen? No! No! Eén bounty is dood! Nee! Eén bounty is dood! Zeg alsjeblieft dat ik hier politiebouwen kan. Oh nee, ze zijn niet dood. Ze zitten met z'n tweeën binnen. Zeg alsjeblieft dat ik via de voordeur kan. Ik weet niet of onze vriend Jo. Nope, die kan ik niet binnen. Of hij te vertrouwen is, ik denk het wel. Jij bent friendly. Mooi, mooi, mooi. Let's go, we gaan hier naar binnen. Ik hoop niet dat je de kills krijgt, zeg maar. Maar we gaan ons best doen. Ik weet zeker dat dit fout gaat. Er zit hier keihard te campen in het politiebureau. En oké, prima. Maar er zijn andere mensen. Ik wist het. Ik wou net zeggen, er zijn andere mensen die me af willen schieten. Wil ik hem afschieten, krijg ik auto-aim op een woud. Dat is niet handig. Dat is zo kut. Waarom politiebureau? De hele tijd aim ik nou op politieagenten. De hele tijd. Ik ga off the radar. Dat is misschien beter. Lester, ik hoop echt dat ik één bounty minstens krijg. En ik mag niet te veel doodgaan, want dan verlies ik geld. Hey, what's going on? Oké. Okay. Off the radar. Okay, let's go. I can deal with it. You have 1 minute! You'll have a minute. Oké, dat is prima. Mijn auto. Ik vind hem echt vet, die auto. Ik vind hem echt mooi. Die kleur die doet hem ook echt goed. Maar hierboven zit iemand. En ik heb het idee dat hij hier alleen maar zit om mensen af te knallen. Klopt dat? Ik zou niet meer. Ik kan niet lopen! Oké. Okay. We moeten naar binnen. Het zit waarschijnlijk helemaal vol met stickies en andere gek explosieven. Oh, automatische shotgun. Goed zo. Hallo? Ik loop achter de politieagent aan. Misschien werkt dat. Werkt dat? Oh, what the fuck? Dat is van de gas. Ik kan niet door de deur! Oh, die is dik. Jij bent dood? Prima.
Ah, auto-aim op die politie! Ik zeg het weer! Weer auto-aim op die fucking politie! Ah, die moeten weg, man. Dat is zo irritant. Dat is zo irritant. Dat kun je uitzetten, toch? Even wachten. Ah, nee. Nee! Dat is zo oneerlijk. Even kijken. Waar staat die onzin? Op wie? Op wie aimen? Nee, niet op attackers. Op fucking iedereen. Everyone! Wacht, kun je dat niet alleen een player set? Nee, wacht, raad je niet op die politie gaan, dat is ook irritant. Maar je hebt mijn auto! Wat denk jij? Je hebt mijn auto! Oké, ik hoef jou niet in de auto, want er zijn bounties! Kijk op de kaart! Dat is free money! Ik weet het zeker, ga alsjeblieft weg. Ga nou niet rechts. Ik steek er weer over. Ik denk, daar rijdt hij maar aan. Ja, ik ben lul. Ik zag ze al. Kut jong, sterren, brand in de hel! Oké, ik word mad. Waar is die bitch? Oké, we zijn weer hier, dat is gunstig. Hoeveel ben ik al verloren? Bijna 12, of al bijna 2000 ben ik verloren. Waar is die bitch? Alsjeblieft, ga weg. Rij, waar het mij aan te rijden? We willen alleen politiebro in. Is dat nou zo moeilijk? Ik ga sowieso binnenkomen. Hoe dan ook. Ik krijg minstens één bounty. Nee, ik weet zeker. Als ik in de buurt kom, dan gaan ze elkaar killen. Waar staat er? Dat ging per ongeluk. Ja, ja, van die race. Dat ging per ongeluk. Dat zeggen ze altijd. Oepsie. Ik reed vol op jou in. Dat is toch per ongeluk. Dat is jammer. Ja, ik weet dat dit fout gaat. Lukt dat? Nope, we zitten verderop. Oké, we zitten verderop. Ik ga iets proberen. Ik weet niet of... Oh, nee, die deur zit ook nog dicht. Wacht, ik heb een idee. Misschien dat werkt. Waarschijnlijk niet. Ik ga kijken of ik een granaat bij die deur kan gooien. De deur open gaat. En als dat lukt, please. Oké. Oh, bijna. Ja. Ah, schiet naar binnen. Nee. What? Committed suicide. Ik lig achter de muur. Nee. Nee. Oké, wij verliezen veel te veel geld. Ik moet gewoon niet naar die campers toe. Maar ik kan dat niet leiden. Als iemand zit te campen, dan wil ik ze dood hebben. Net als Call of Duty. Die mensen moeten straffen. Iemand zit hier onder de brug. Ik ga kijken of ik hem kan killen. Lukt dat? Lukt dat? Ik kan hem net niet zien. Hij zit precies hieronder. Oh, daar is hij. Daar is hij. No! Je gaat dood! Wacht hier! Ik kan jou beter killen. Je gaat toch dood. Of nou is het door mij of door iemand anders. Dat maakt niet uit. Hoor ik nou een piep-piep? Ja. Oh, dit is zo oneerlijk! Ik ga alleen met... Wow, wacht. Ik ben zo'n stomme sukkel. Ik ben zo'n verschrikkelijk stomme sukkel. Ik ben zo dom. Passive mode. Lopen naar binnen in passive mode. Doe gewoon alsof je niks doet. En dan lopen ze voorbij. En dan uiteindelijk switchen en dan maak ze dood. Ik ben zo stom. Ik ben zo stom. Echt waar. Ik ben zo stom. Ik hoop dat die team met dood gaat. Waarom? Ik wil de kill. Je moet het zo doen. Kijk maar. Dit zo. La 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 la. La 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 la. Misschien dat ik nog faal, daar gaat het niet om, maar wacht. Ja, ik heb er een. Ik wist het. Yes, auw, ik word op mijn rug geraakt. Oh, die andere is ook dood. Oh, hij heeft hem aan mij gegeven. Oké, nice, 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 nice. Dankjewel, dankjewel. Dat hadden we slim aangepakt. Omdat ik naar binnen kwam, wisten ze niet meer wat ze moesten doen. Dat hadden ze niet voorbereid. Het duurde mij weer lang. Het kostte mij 3 deaths om het door te hebben dat het zo werkt. Ik ben een stomme sukkel, maar uiteindelijk werkt het ook. Oh mijn god. Collect the bounty, dus een van die daily challenges. Oh, nee, ik wou... armor pakken. Nou ja, pest mode. Fuck you. Ik ben benieuwd of ze weer hetzelfde gaan doen. Want ik ga gewoon weer precies hetzelfde terug doen. En dat werkt ook nog. Er zijn zoveel dingen die ik beter had kunnen doen. Dat denk je altijd pas aan als je uiteindelijk 4 keer dood bent gegaan of zo. Want ik had sowieso eerst armor moeten pakken. Dat was sowieso een standaard iets. Het tweede was passive mode. Dat was ook slim. Maar ja. Daar realiseer je je altijd pas later. En ik stap niet bij iemand achter op de motor. Nou ja, trouwens, er zijn nog geen bounties, dat doe ik er wel. Breng mij eens eventjes naar het vliegveld. Ik had net $9000 gekregen, dus sowieso bedankt. Dankjewel Amir,
die zorgt er weer voor dat ik de andere ben vergeten, oké? Okay? Die race. Want alsnog, het zit me niet lekker. Ik had zo kunnen winnen, dat weet ik zeker. Maar hoeveel zitten we nou? We zitten nou op Ron, zeg het eens. Listen, give us a call at TPI if you want to keep yourself busy. Nou, ik hoef dan niet te bellen. Zit er een bounty? Ik heb eerlijk een... Nee, dat is geen bounty. We zitten nu op 27.000. Dat is op zich niet... Dat is niet verkeerd. Helaas zijn we echt te veel dood gegaan. Daar verlies je echt veel geld mee, stiekem. Dus dat is jammer. Maar ik ga even kijken naar, naar mijn helikopter. Want ik wil die helikopter weer even hebben. Want ik heb hem niet heel veel gebruikt. De laatste keer was dan in die episode die ik heb gerecord. Episode 18. En toen had ik hem ook gekocht. Dus dat is echt het enige moment dat ik hem gebruikt had. En hij is best vet. Dus ik wil hem wel iets meer kunnen gebruiken. Dus let's go. Ik wil niet lullig doen, hè, maar dit ding maakt echt het geluid van een scootertje. Luister, dit is echt het geluid van een scooter. Echt een poepding. Ik hoop niet dat hij me gekocht heeft, want dat is niet handig. Maar ik wou trouwens nog één ding laten zien. Dat is mijn volgende aankoop die ik ga doen. Het zal nog wel eventjes duren, want ik heb niet veel geld meer. Maar mijn volgende... Oh nee, die is... ik denk, wat is dat nou weer? Maar die ken ik. Mijn volgende aankoop, die is waarschijnlijk... dit ding, de Monroe. 490.000. Dit maakt een awesome geluid. Ik zat te twijfelen tussen de Stinger GT of de Monroe, maar kijk naar de prijs. Ik heb al gekozen voor de Monroe. Ik vind de Stinger iets te duur. Ik bedoel, oké, leuk, maar bijna een miljoen. Nee, dat hoef ik echt niet. Dat doen we niet. En ik heb er niks besteld, dus ik weet niet waar je heen rijdt. Misschien heb ik hem eerst eventjes kunnen bestellen. Maar, Pegasus. Let's go. Let's go, Pegasus. Ik ben benieuwd waar die komt. Savage. Hij staat ergens anders, vriend. Hij staat precies daar. Wacht. Wat is dat voor gekke plek? Oh, nevermind. Ik dacht even, waar is dat? Ik dacht dat dit bij de weg was. Ik dacht dat dit die weg was. Maar dit is gewoon die plek waar heel vaak die dingen spawnen. Kijk maar. Hier links, als het goed is. Hier links. Hij staat er niet. Ik ben opgelicht. Holy shit, ik dacht even dat ik maar aanrijd. Ik ben opgelicht! Wat? Oh, hij staat hier, nevermind. Hij stond er nog niet. Normaal is het er altijd het tweede ding, of niet? Nee, whatever. Waar het is, jongen. Ah, je mag erbij, geen probleem. Maar niet dat je daar wegvliegt met mijn heli. Let's go. Stap in! Stap in en we gaan even kijken wat we gaan doen. Ik heb geen flauw idee. Er is momenteel geen inbound, dus waarom we dingen pakken is voor mij ook nog steeds een beetje een raadsel. Er zijn trouwens nog twee andere crewleden. Het wordt druk hier. Even kijken. Ik vind het steeds grappig dat ik die bounties uiteindelijk wel heb. Ik had er eentje. Die andere die had... had volgens mij Amir. En die had hij mij gegeven. Maar het principe is, ik had er tenminste eentje. Dus dat is prima. Daar ben ik blij mee. Overeen. Klap trouwens eens even de banden in. Dat is misschien ook wel makkelijk. Ja. Wat gaan wij nou doen? We kunnen kijken of we die winkels weer kunnen overvallen. En nou zijn we met z'n drieën. Dus in principe moet dat nou lukken. Ik heb het al die keren nog gefaald. Eigenlijk moet ik dan een soort van challenges. In welk huis krijg je deze? Ik wil wel. Volgens mij de ene laatste krijg je deze toch? Ik weet niet zeker. Maar ik moet eigenlijk nog steeds een of andere challenges serie doen. Maar ik wil ook nog steeds dat die. Met die custom. What the fuck doe jij? Met die custom. Wat was het? Met custom races en jobs ofzo. Die jullie maken. Die serie moet ik ook nog steeds starten. Dus waarschijnlijk. Sowieso. Oh. Bounty. Sowieso dat ik deze week. Die serie gestart van die race die jullie mij kunnen insturen. Die jullie zelf gemaakt hebben. En stap in, want ik ga niet lang wachten. Stap in! Oké, mooi. Dus daar ga ik deze week sowieso aan beginnen. Want we hebben nou vakantie, dus ik kan even goed kijken hoe we dat gaan aanpakken. Waarschijnlijk moeten jullie mij die dingen dan mailen. Maar ik moet eerst even een e-mailadres maken. Want dat werkt allemaal stukken makkelijker. Want ik had het er eerst over dat jullie mij dan in die tag zetten van die races die je zelf gemaakt hebt. Alleen dat werkt niet echt. En iemand lokt op mij. Waar was jij? Waar was jij? Als ik nou een jet had, was je sneller. Dat weet ik zeker. Dit is waarom je een jet moest hebben. Eerst zei ik toch van, wat voor voordeel heeft een jet? Dit was het voordeel. Dit was het voordeel. Dingen kunnen ontwijken. Maar waar was hij dan? Ik zag hem echt niet. Hij is off the radar, dan moet hij wel. Oké. We pakken deze uit. Hoeveel was die bounty? 3000? Nee, 1000 maar, hè. Fuck. Volgens mij ben ik sowieso nou al 1000 kwijt. Met alleen maar doodgaan. Oh nee, politie! Ik had alleen maar een auto, wat is er nou? Flauwekul. Ik ben heel erg benieuwd of dit ding op mijn motorkap... Nee, dat lukt niet. Ik kan niet op mijn motorkap plakken.
Nee, je kunt niet zo ver naar beneden. Dat is zo chill als je hem op je motorkap kon plakken vanuit de auto. Oké, okay, ik ben benieuwd. Gaat dit ons lukken, jongens? Hebben jullie vertrouwen in mij? You took my ride, motherfucker. Oké. Okay. Best niet gaan. Oh, hij zit hier binnen te campen. Iemand van de crew is achter mij. Don't kill me. 5000, damn. Waar is hij? Hij zit op het dak. La 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 la. Ik heb ook een mount, dus hij zal wel op mij af willen gaan, denk ik. Ik weet niet. Nou heb ik mijn fucking helikopter nodig. This ain't happening. Jongens. En daarom heb ik toch altijd weer problemen om iemand te vertrouwen. Echt waar. Sterra! Fuck jou. Tuut tuut, ik pak mijn geld terug. Hier, dit is een klein beetje van mijn geld. Zal hij nog op het dak zitten, denk je? Ik zou het niet weten. Maar ik ga hem nou heel killen. Fuck you. Echt waar. Oh, dat was zo leuk geweest voor deze episode. Je hebt het verpest. Uh-oh. No, ga nou niet terugschieten. Ah, oh, waarom moet je nou terugschieten? Ik was bezig met mijn bounty. Verpest alles. Hey, son of a bitch. Ik kan hem bijna. Ik zag hem eindelijk. Nou kan ik hem niet meer zien. Fuck. Ik had moeten schieten. Hij stond zo mooi stil. Je bent Amir. Het is zo moeilijk. Iedereen van de crew die heeft mij volgens mij ooit genaaid. Al is het 1 keer, 2 keer. Iedereen heeft mij al ooit genaaid. Kom naar het randje toe. Ik doe je niks. De gozer stond net ook al stil bij dat randje. Hij kan sowieso niet al te slim zijn. Zullen wij het proberen? Kan ik überhaupt off the radar? Dat is mijn vraag. Oh, wow, wow, wow. Wacht, wacht. Er is hier een auto die kan opblazen. No! Er zijn zoveel dingen tegelijkertijd. Ik wil het allemaal. Deze auto. Target vehicle. Fuck. Kan ik nou niet heel snel die bounty killen? Please. Deze was 1000, hè. Weet je wat we doen? Ik pak een auto. Zeg alsjeblieft dat ik in deze auto kan. Zeg alsjeblieft dat ik hierin kan. Zeg, werkt het? Yes! Yeah, ik heb iemands auto gehad. 7000 op Amsterdam. Waarom zeg ik Amsterdam? Amsterdam. Prima. Hij is volgens mij ook iemand van de crew. Maar nou maakt het me niet meer uit, jongen. Iedereen moordt me uit. Oh mijn god, ik ben echt een sukkel. Heb ik hem? Ja. Yep. Hoe snel ging dat geld erbij? Normaal duurt het al lang. We gaan even naar die target vehicle. Ik laat die andere bounty wel gewoon wat het is. Het is maar 1000 en ik ben net altijd 3 keer dood gegaan. Dus waarom zou ik überhaupt nog mijn best doen? Ik zou eigenlijk deze auto moeten gebruiken als... Oh nee, wacht. Als ik hem opblaas, kost dat mij geld. Fuck. Ik wou zeggen, dan doe ik hier stickies op, maar dat kan niet. Want dan mag ik alsnog betalen. Maar die target vehicle, moet je die opblazen of moet je die meenemen? Dat weet ik eigenlijk niet. Hallo? Hallo? Ben jij van plan om mijn target vehicle te gaan stelen? Nee? Ah, nee! Altijd weer die mensen, hè. Altijd weer die mensen. Niet kijken, gewoon ineens oversteken. Zo, dat kan toch niet, hè. Ik ben echt benieuwd wat jij van plan bent, maar... Oké, dat kost mij geld, maar dat maakt niet uit. Want volgens mij is die target... Ja, moet ik die opblazen of niet? Ik heb geen flauw idee wat ik met me doen. Hij is rood, dus ik neem aan dat hij kapot moet. Maar, ik kan wel eens even... Ho, ho, ho! Moet hij kapot? Ja, hij moet... Oh, daar krijg ik maar 2000 voor. Ik denk, ik moet er iets mee doen, weet ik veel wat. Hij was rood, dus het leek me logisch dat ik moest opblazen. Maar ik denk, misschien moet ik hem meenemen. Maar dan zou die groen zijn. Nou, leuk. We zitten 35.000. Dat is wel leuk. Zal die andere bounty nog leven, denk je, op dat dak? Ik heb hier echt weinig... hij is dood. Amir heeft hem. Maar ik heb hier weinig aan verdiend. Ik heb een auto opgeblazen van 12,50 en ik krijg 2.000 terug. Dus dat was niet helemaal handig. Ik dacht eigenlijk dat hij hem gewoon van de weg gejat had. Want heel veel mensen die hebben niet zo'n comet. Dus ik denk, die zou die gewoon gejat hebben. Maar... Nope, hij had hem gekocht. Maar ik denk dat we het gaan afsluiten. Ik weet niet hoe lang deze episode alweer is, maar we hebben weer genoeg gedaan. Ik bedoel, we zitten al op 35. Oh, hier, kijk, Amir geeft me geld. Dat is allemaal enorm chill. Dat vind ik echt fijn als mensen geld geven. Alleen, ja, weet je, het is niet echt leuk voor de serie. Dus ik denk dat ik even dat ik ga stoppen. Deze episode zit erop. We hebben sowieso al heel veel geld verdiend. Dus bedankt voor dat ene. En YoX1804.
Met sorry, daar kom je er niet vanaf. Zo'n simpel woordje, sorry. Sorry, ik heb je 3 keer gekild. Sorry, ik blies je auto op. Sorry, je had $5000. Nee, zo werkt het niet. Jongens, ik denk dat het wel weer mooi geweest is voor deze episode. Ik hoop dat je deze episode leuk vond. Als je de episode leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Even kijken, we hebben nou alweer 36.000 in deze episode alleen al verdiend. Dat is veel, want de laatste keer hadden wij 25 of zo. Of in ieder geval een stuk minder als nou. En ik denk dat het ook slimmer is om te stoppen, anders hebben we daar echt de 50.000 of zo. En dan komen er te weinig episodes, dus dat is ook weer een beetje een nadeel. Het is leuk als je veel geld verdient, maar tegelijkertijd is het jammer, want dan komen er minder episodes. En ja, jullie willen juist meer hebben, dus ik denk dat het beter is om te stoppen. De episode duurt toch al lang zat. En ja, als je de video leuk vond, laat in ieder geval een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.